Hele goede middag. We zijn weer live naar aanleiding van gisteravond. Toen had ik het al eventjes aangekondigd. Ik wacht nog heel even tot er mensen binnenkomen. Gisteravond heb ik jullie laten zien hoe ik printjes verwerk. Deze had ik geprint op een A4'tje, vervolgens op een stukje van hand geplakt, zodat ze wat steviger werden. Die heb ik inmiddels allemaal losgeknipt. En die komen op cupcakejes. Die heb ik zojuist al gebakken, zijn afgekoeld. Zijn een beetje bol. Hi Marjolein, leuk dat je er bent. Cupcakejes zijn een beetje bol. Ik vind dat zeker als ik ze opspuit altijd wel prettig. Dan plat ik ze niet af. Want anders krijg je zoveel crème naar verhouding tot een cupcake, vind ik zelf. Dus ik laat ze zeker met opspuiten altijd wat voller. Verder inmiddels een batch botercremetjes. Hoi Lonneke en Patricia, wat leuk dat jullie er zijn op vrijdagmiddag. Ik weet niet of je, mocht er straks heel hard gelachen worden, dat is mijn dochter met een vriendinnetje. Die zit hiernaast naar deze Facebook Live, hi Shura, Facebook Live te kijken. Ze wilde aan de overkant van de tafel, vond ik niet zo'n goed idee. Hi, leuk dat je er bent en mag kijken. We gaan opspuiten. Botercreme had ik al gemaakt. Beetje vanillecreme. We gaan spuiten met 1M van Wilton. Ik denk, gok op de meest gebruikte spuitmond. Ja, alle tijden is het woord niet, maar een klein stukje ervan af. Ik gebruik in dit geval geen koppelstuk, omdat ik met één en dezelfde spuitmond ga spuiten. Als je nou verschillende spuitmondjes zou willen gebruiken, is het wel verstandig om een koppelstuk te gebruiken. Dan gaat de spuitmond in de zak. Het belangrijkste is dat de tandjes vrij zijn. Dan komt er wel iemand van hiernaast. Dag dames, komen jullie hier kijken? Je ziet niks. Je ziet niks. Nou, ga daar zitten, kijk je het straks maar terug. Wel eens gebleven, ja, dat de spuitmond zelf, de tandjes, dat die vrij zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En dat hier wel gewoon nog een hoop plastic zit. Want zou je hem nou dus dadelijk ver afknippen en je geeft eigenlijk een beetje druk, dan spuit je hele mond met je crème. Ja, die ligt op je tafel, dat wil je ook niet. Even kijken. Ja, Patricia zegt ik heb 5 1M's. Ik heb ook een hele hoop. Kun je lekker door. Ja, vind ik ook een prettige spuitmond. Even een manchet maken noemen ze dat, even het bovenste gedeelte omvouwen. En dan gaan we hem vullen. Dat zittend als iets wat onhandig, maar goed. Ik spuit nu gewoon met botercreme, dat zou ook met enchanted cream kunnen, met smaakstof, met kleurstof. Nou, eigenlijk allemaal. Laten zakken. Een beetje de lucht eruit. Onder spanning zetten. Hier altijd goed aan draaien. En het belangrijkste is dat je met deze hand knijpt. Daar zet je de druk. En die andere hand is eigenlijk alleen om te sturen. Ga je nou hier knijpen. En ik heb het ze echt wel eens zien doen. Zelfs bij Holland Bakt. Dan komt het allebei de kanten uit. Dus deze kant zet je druk, andere kant puur om te sturen. Ik doe het even hierop voor, want je kunt op verschillende manieren spuiten. Wil je een touff, dan spuit je van buiten naar binnen. Even kijken of jullie het zien. Ja. Dus je spuit van buiten en dan ga je omhoog. Daarom heb je je touff. Zelf vind ik naar verhouding altijd veel crème ten opzichte van de cupcake. Dus ik spruit eigenlijk altijd rosetjes. Deze even aan de kant. Waarbij je van midden dus naar buiten gaat. En dan hou je op met knijpen en dan maak je de cirkel zeg maar af. Dus dat is eigenlijk een roset. Even spieken of jullie het zo kunnen zien. Dan gaan de cupcakes. Of je nou... Staat mijn tekstbalk staat erdoor, dus ik kan het niet helemaal goed zien. Maar dat is een toefje van buiten naar binnen en omhoog. En dit is een rosette van binnen naar buiten. Voor mini cupcakes, de enkele keer dat ik ze bak, gebruik ik ook vaak de 1M.
Maar dan moet je heel snel draaien. Dat vind ik niet prettig. Dus maak er een soort van kerstboompje van. Waarbij je knijpt. En dan omhoog. En dan iets netter dan dat afwerkt. Maar dat je dit idee krijgt. Zo. En daar gaat dan weer een pareltje of net wat bovenin. Zijn daar nog vragen over? Want op zich is het allemaal niet zo lastig. Je moet het vaak oefenen, even een slag in krijgen. En dan lukt het vanzelf. Ik zet deze even aan de kant. Pak ik mijn doos erbij. Ga ik wel staan. Geeft me een beter zicht. Kunnen jullie in de doos kijken? Ja. Zo iets beter. Ik spuit het liefste op in een doos. Daarmee voorkom je dat bij het nog een keer oppakken als hij al opgespoten is en erin zetten. Dat je de crème beschadigt. En er gaat dadelijk een klein beetje spinkels overheen. En als ik dat zo in de doos doe, dan blijft het ook gewoon in de doos en niet ergens anders. Ik spuit dat zelf rozet en daarom is het ook wel mooi dat de bolling van de cupcake er gewoon nog op zit. Mocht je dit nou willen doen en kleurstof toevoegen, dat kan gewoon met de kleurstoffen die je gebruikt voor fondant. En marsepein. Druk. Ik kijk, Shura. Nou, werkt Shura. Veel plezier. Kijk vanavond terug. Ik ben benieuwd naar jouw taart. Wat je daarvan gemaakt hebt. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, kleurstoffen kun je gewoon toevoegen. Wilson heeft ook op een gegeven moment dat koppelstuk en die hebben we al eerder gedaan. Met die drie smaken uitgebracht. Dus ook altijd erg leuk en feestelijk. Daar zat een beetje lucht. Nou, hij is nu voor mij te weinig om nog een rosette te spuiten. Dus dan maak ik hem leeg. En dan vul ik deze zak nog een keer. Leg er een spuitzak, vind ik prima om nog één keer te gebruiken. Maar ga niet eindeloos dezelfde zak. Dus pak daar nu. Volgens mij gaan mijn dochter achter de laptop kijken of ze dit online kan volgen. Waarschijnlijk met het idee om ook even een reactie te plaatsen. Herkennende. Waarschijnlijk zit er aan de onderkant nog een beetje lucht. Dus het eerste spuit ik even boven de bak weg. En dan... buiten gaan we verder. Mocht je thuis ergens mee bezig zijn en er niet uitkomen, stel gerust je vraag. Nogmaals, ik spuit rozet omdat ik dat zelf lekkerder vind, praktischer. Maar mocht je dat in toefjes willen doen, dan kan dat natuurlijk ook. Ik gebruik ook het liefst een wegwerpspuitzakken. Gewoon praktisch weg. Je kunt iedere keer een nieuwe pakken en gewoon verder. Met een gewone spuitzak zit je altijd met het afwassen en vooral het drogen tussendoor. Die er nog even eruit. Ja, gelukt. En ik had... Oh, wat lekker, Patricia. Patricia heeft vandaag kwarktaart gemaakt. Dat vind ik echt heerlijk. Ik bak niet vaak voor mijn eigen verjaardag, maar ik vind vaak dat mijn moeder of zijn kwarttaart voor me maakt. Ik heb zelf een sprinkelcombinatie gemaakt, waar het Teletubby is, dus er zit wat groen, rood,
paars en geel in. Dat vind ik dan ook wel zo prettig aan een doos. Dat je gewoon boven de doos kunt sprinkelen. Kleine beetjes. En dan gaan de logootjes er zo op en dan mag die de koelkast in. Een beetje kleur, zo. Even spieken of er nog vragen zijn binnengekomen. Nee. Nou ja, mocht je zelf dit weekend aan de bak gaan, laat vooral je resultaten zien in de Sugar Sweet Club. En dan ook de kwartet van harte welkom. En dan zie ik jullie graag een andere keer. Goed weekend! Doei!